Eén Jaloerse Artiest. Yes. En daar gaan we weer met Eén Jaloerse Artiest, waarin we de bekende artiesten van Nederland, de beste muzikanten, vragen op welke andere artiest zij nou jaloers zijn, of welk liedje bijvoorbeeld zij graag zelf hadden willen maken ooit. En we gaan nu over naar een man, hij behoeft verder geen verdere introductie. Hier is Mr. Polska. Wat zwoel, jongens. Wat zwoel. Zwoel, hè? Zwoelig, ja. Zwoelig. Je wordt natuurlijk nooit zwoel aangekondigd, Polska. Nee. Hey, Polska! Ja, dat is altijd dat. Zonde. Ja. Hey, met wel fijn voor een keer. Ja. Hey, mogen wij vragen op welke artiest of welke plaat jij jaloers bent? Nou, kijk, ik ging even dieper in mijn ziel. En mijzelf afvragen, welke nummer heeft nou het meeste indruk op mij achtergelaten. Net als dat voor sommige mensen die voor het eerst Michael Jackson met Thriller hoorden en de videoclip zagen. En dat was toch voor mij Mr. Oizo met Flatbeat, man. Oh, ja? Ja, man. Zo simpel, je weet toch, het is gewoon een loopje. Maar ik weet niet, man, het heeft mij gewoon... Ik zat gebrand aan die tv toen ik dat zag, man. Ik wou niet alleen die artiest zijn, ik wou ook dat figuurtje zijn, man. Ja, er was een pop gemaakt door Jim Henson van... er was een soort... Een vogel was het, hè? Geel. Ja, ik weet niet, man. Het is geen echte dier of zo, toch? Maar hoe oud was je toen, Polska? Ja, ik denk 10 of zo, man. Want ik was... Nou, want ik zat... Ik ken dat ook dan nog wel van vroeger. Maar ik vond het verschrikkelijk. Want ik hoorde geen melodie. En ik hoorde niet een heldere beat of zo. Ik hoorde alleen maar... Ja, ik weet niet, man. Het heeft echt een sikke indruk op mij achtergehad. De wereld waar hij jou op dat moment in meenam... Dat, is gewoon, dat vond ik zo sick, weet je. En daarna kreeg je ook tracks net als, weet je, die daar ook een beetje geïnspireerd op waren. Die van, wat was het nou, Benny Benassi, die Satisfaction, leek ook een beetje erop. Ja. Weet je wel, dus hij heeft wel echt iets gedaan of zo. Eigenlijk was het gewoon een hele sicke underground electroplaat. Wat zijn jullie het niet met mij eens? Nee, zeker. Ik hoor geen mede-enthousiasme van ja! Oh ja, dat is het. Nee, dat klopt. Maar dat komt, ik zit in de interviewrol. Dus dan probeer ik altijd hoe noem je dat? Objectief te blijven. Onmenselijk. Ja, heel onmenselijk. Nee, het is gek. Ja, maar serieus, waarom ik dus echt zo rustig blijf bij Mr. Wazo is... omdat ik, weet je, toen ik 10 was, hield ik van simpele nummers. Dus ik vind het zo fascinerend dat jij, als je dan 10 bent... zoiets een beetje underground dan al gewoon, ja. dat je aantrekt. Dan denk ik, hè, maar hoe kan dat dan? Ja. Wat gaat dan in je hoofd rond als 10-jarige? Ja, ik zat ook in Polen in een huis van golfplaten en met mijn stok. Ik had een stok en dat was in mijn fantasie was dat mijn Power Ranger. En was ik gewoon aan het rennen met een klein onderbroekje in de maisvelden van Polen. Dus dat was mijn soundtrack voor mijn leven. Ja, ik zag dit gewoon op mijn kleine tv'tje en het maakt gewoon super veel indruk op mij, man. Eén jaloerse artiest. Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.